Het is natuurlijk mij wonderlijk dat daar een vrouwenmonument is. Je weet, vooral onder, vooral hier in Afrika voel ik, is vrouwens, is die vrouwens, en nou sê ek iets wat misschien gaan dit nou mensen niet gelukkig maken, maar die man in Afrika is voos gedinge. Hy is vuisvoos. Man in Afrika is verskrikkelijk geslaan, of door kolonialisme, of door die vergelding, of die gevolg daarvan. En die behoudende factor is die vrou. En die vrou het, die vrou word minder aanspreeklik gehou vir die groter politieke strominge, terwyl sy eintlik een is wat die ding aan die gang hou, wat almal sy engines aan die gang hou. En daarom voel ek die vrou het een verskriklike belangrike posisie in die geskiedenis en natuurlik in die alledaagse lewe. En ook ek is so bly daar is vrouens, anders moes ek net op man staan, maar dit kan ek my nie voorstel. En vanavond vergewe en vergeet? Ja, die ATKV het my gevra om vergewe en vergeet te toonset vir die doel van hierdie evenement. En toonsetting is iets wat ek nog altyd gedoen het by wyse van my eie inspirasie. Dit is eintlik iets wat my in die kraag gegryp het, maar hierdie keer was dit 'n persoon wat my in die kraag gegryp gesê het, doen dit. En ons gaan nou maar kyk hoe die mense nou oor voel. Ek hoop hulle hou daarvan, ek hou. Dit is hoe die gedig vir gestalting gevind het binne my musikale idioom. Daar het een door een boompie vlak by die pad gestaan, waar lange osse spanne met zware vrachten gaan. En een dag kom daar langes een osse wafer by, wat met sy zware wiele dwars oor die boompie rijdt.